als ik 's avonds naar het nieuws kijk, begin ik me steeds vaker te schamen voor mijn eigen bevolking. De mensen die mij in 1998, ondanks de destijdse oorlog tussen Ethiopië en Eritrea, hebben opgenomen in onze maatschappij en omarmd hebben met liefde. Met tegenzin keek ik afgelopen maand weer naar het NOS-journaal. AZC, weg ermee! Werd er van de daken geschreeuwd. Ik zie spandoeken op straat. Een asielzoeker met volle zak pakt uw dochter met gemak. Varkenskoppen die in bomen worden gehangen. Ik begin me steeds vaker af te vragen waar de liefde is gebleven die ik als adoptiekind heb mogen ervaren. Maar als ik me eenmaal verdiep in onze geschiedenis, vind ik het erg vreemd. In de Tweede Wereldoorlog vingen vele van onze grootouders de Joden op. Na de zware aardbevingen in Haiti in 2010 haalden wij Nederlanders met z'n allen 111 miljoen euro op. 111 miljoen. En ook nu zetten duizenden mensen zich in voor vluchtelingen. In Capelle moest er een wachtlijst komen. Niet voor vluchtelingen, maar voor vrijwilligers. We zien alleen nog maar heftige beelden en confrontaties in het nieuws. Maar het blijkt, als we beter kijken, dat we nog niet eens zo slecht zijn met z'n allen. Het probleem is alleen dat wie goed doet, tegenwoordig niet meer in het nieuws komt. In Nederland, een van de veiligste en rijkste landen ter wereld, zijn we al ver gekomen. Onze beschaving is geen dun laagje vernis. Het is een dikke vetlaag. Een dikke vetlaag die ons warm houdt. Een dikke vetlaag bestaande uit een grote meerderheid goedwillende mensen. Laten wij de zwijgende meerderheid opstaan om te laten zien dat, ondanks de grote druk die de vluchtelingenstroom met zich meebrengt, er mensen zijn die bereid zijn om je welkom te heten. Als de dijken breken, worden we geen apen, maar excelleren we in menselijkheid.